Oscar, wat is eigenlijk een boerenerfdag? Een dag dat je je bedrijf openstelt, dat iedereen mag komen kijken. Dan kun je dus zien en leren wat geitenhouwerij is, hoe dat gaat. Het is echt een dagje om naar de mensen toe, zeg maar, te laten zien wat je elke dag doet. Ja, waar je eten vandaan komt. Een heel klein gedeelte van onze geiten laten we insemineren. En de zonen die daarvan geboren worden, dat worden dan onze dekbokken. En zo houden we ons bedrijf gesloten, zodat er geen dieren van andere bedrijven aangekocht hoeven te worden. Wat is er vandaag allemaal te doen hier? Nou, vandaag kun je dus in ieder geval alles zien en leren over geiten. Om 4 uur wordt er gemolken, dus dan kun je het melk ook zien. De brandweer is aanwezig, omdat ik zelf lid ben van de vrijwillige brandweer uit Team Genderen. En die doen diverse demonstraties. Brandpreventieteam is erbij. Brandwondenstichting. Er zijn activiteiten voor kinderen. Je kunt een ritje maken op een pony. Knuffelen met konijnen of cavia's. En de rest zijn er spulletjes te koop van mensen uit streek. Zijn er ook wel eens geitjes die verstoten worden door hun moeder? De geitjes die worden eigenlijk allemaal kunstmatig grootgebracht. Dus eerst krijgen ze wel de biest van hun moeder. Dat is de eerste melk. Die is echt noodzakelijk om hun weerstand mee te krijgen. En daarna worden ze grootgebracht met kunstmelk. Want de geiten die worden elke dag gemolken. We hebben een carouselmelkstal. Dat is een plateau dat heel langzaam ronddraait. En dan, als ze erop stappen, wordt de melkmachine ondergehangen. Ondertussen kunnen ze brokjes eten. En zo draai je een rondje mee. En aan de andere kant, dan zijn ze klaar en gaan ze weer terug naar de stal. Komen de geiten ook buiten? Nee, de geiten zijn nog niet buiten. En op den duur zul je echt wel meer geiten buiten gaan zien. Maar dan moeten we echt nog kennis over opdoen. Hoe we dat het gemakkelijkste kunnen doen en toch de melkproductie eronder kunnen houden. Wat voor producten verkoopt u allemaal hier van de geit? Onze melk gaat naar de Bettinehoeve. Die maakt er verschillende soorten kaas van. Vooral zachte kaas zoals brie. En een klein beetje consumptiemelk is er, maar dat is nog maar een hele kleine markt. Dus eigenlijk wordt dat meest gebruikt door mensen die bijvoorbeeld niet tegen koemelk kunnen. Want dan kun je wel geitenmelk verdragen. Het vlees van de geiten gaat nu nog hoofdzakelijk naar Zuid-Europese landen. Dus weg eigenlijk voor export. Ik moet in ieder geval zeggen dat ik er heel trots op ben dat ik gevraagd word voor de Boerenerfdag om een gastbedrijf te zijn. En ik vind het heel leuk om een bedrijf zo eens open te stellen en dat iedereen kan komen kijken.